Mijn volgende gast is niemand minder dan Bradley Bravard. Hi. Wacht even. Even kijken hoor. Is het een bekende? Nee. Is het familie? Nou, niet dat ik weet. Is het een liefde? Nee. Is het collega nog niet? Kennis? Nee. Is het een vijand? Nee. Wil je deze persoon leren kennen? Ja. Praat over het weer. Nou. Hi. Hoe was het? De fiets zo ging toe? Was het lekker weer? Het was heerlijk weer. Lekker nat geregend. Nou, fijn. Ga lekker zitten. Dankjewel. Nou, je ziet dat dit helemaal perfect verloopt. Dus daarom hebben we voor iedereen hier in de zaal een stroomschema. Hey, heb jij vaak last van ongemakkelijke situaties? Oh, zo vaak. Ik heb echt het meest last van, no offense though, maar hetero mannen. Want? Maar vooral, het gaat meer om een soort van de... Het begroeten van hetero mannen is, vind ik, zo ongemakkelijk. Want wat gebeurt er dan? Omdat het 9 van de 10 keer zijn het allemaal van die stoere gasten die dan een soort van niet weten. Ja, die zijn dan gewend om een soort van een of andere vage handklap te doen. En ik ben dan zo'n faggot die dan natuurlijk niet weet hoe dat moet. En dan is het echt zo van, ik ga voor de heuk, want ik ben dat gewend. En dan maar komt het dus iedereen... zo en dan... Ja, het is... Oké, dus jij hukt wel gewoon eigenlijk het liefst iedereen gelijk. Ja, zo, bam. Ik zeg ook al vaak, ik ga even een knuffel geven. Of ik benoem het ook al van, ik ga je nu 3 kussen geven. Of ik ga je nu dit doen. Ook om ongemakkelijke situaties te vermijden. Ja. En, want jij hebt ook je eigen YouTube-kanaal. Wat vind jij op social media heel irritant? Mensen die het beter denken te weten. Dat vind ik irritant. En homofobische opmerkingen en transfobische opmerkingen. Dat snap ik. Very annoying. Ja. Yes. En want wat natuurlijk ook online heel veel gebeurt is, zou ik zeggen, daten en zo. En zit jij op Tinder, dat soort situaties? Ja. Vind je dat irritant? Irritante dingen op of ongemakkelijke dingen op Tinder? Ik vind het, het is vreselijk irritant eigenlijk. Dus als meer dat ik denk van, het is zo niet nodig. Gewoon irritante dingen en ongemakkelijke dingen. Maar wat is het meest irritante wat er dan op Tinder gebeurt? Op Tinder het irritante is dat je dan een keer een leuke match hebt met iemand en dat je dan ook op een bepaald moment merkt dat iemand je verwijdert of zo. Dat ik denk, waarom wil je niet gewoon in gesprek gaan? Of mensen die beginnen met hoi. Gewoon dat. Alleen maar hoi. Dan denk ik, moet ik weer het gesprek beginnen? Of mensen die in hun biografie zetten, ik wil niet beginnen met praten, jij moet beginnen. Alsjeblieft, man. Ik ben toch geen Beatrix? Dat is het verhaal. Maar ik heb ook wel opgezeten dat je dan een match hebt dat dan inderdaad überhaupt niks gebeurt. Maar ik kan me ook voor, want jij bent dan bent ook je YouTuber en zo. Maar heb je ook dat als mensen dan jou herkennen, dat ze dat dan gelijk zo zeggen? Of dat ze dan zo, oh mijn god, het is Bradley? Of hoe? Ja, dat komt wel vaak voor. Ja? Af en toe. Ook heel irritant, ja. En heb je ook dat je dan soms gecatfished of zo bent? Of zo, Dat heb ik pas geleden meegemaakt. Ja, oh my god, dat was zo erg. Ik was eindelijk een keer een soort van een knappe jongen waarvan ik dacht, dit is echt een wonder dat ik hier een match mee heb. Dat is too good to be true. En toen in één keer zeg ik van, wow, dat ik ook echt benoemde van, wow, ik ben ook blij dat je me gematcht hebt, vind ik echt super tof. Zei die ook letterlijk van, je wel dom dat jij een catfish bent. Dat je niet doorhebt dat ik een catfish ben. Toen dacht ik echt, nee. Echt? Waarom? Het was echt heel kut, ja. Maar hij benoemde het ook zelf, wat ik heel raar vond. Ik heb het dus gehad dat iemand mijn foto's had gebruikt. Dat ik opeens... Heb je dat een keer gehad? Ja. Dat ik op Instagram zo, hey, Telk, ik wist niet dat jij op Tinder zat. Ik echt zo een foto van een Jacob of zo. Die was zo 4 jaar jong. Echt zo, okay. En ik heb een keer gehad dat ik... Waarom vertel ik dit? Dat ik toen ging afspreken en toen bleek diegene gewoon 4 jaar jonger te zijn. Maar dat is een soort van andersom. Misschien catfish, met je denkt, oeh, het is gewoon... Het zijn vaak ook van die jongens die dan 16 jaar zijn en dat ze dan op een Tinder zetten. Ik ben 20. Maar zou je nu even niet hier een soort van live oproep zo van willen doen? Zo. Live op... pak die camera, je 30 seconden. In 30 seconden? Ja. Hoi, wil jij een superleuke date met deze gekke jongen? Bel dan nu 0906-2281. Woe! Thank you.